Woensdag beginnen de Invictus Games in Londen. Dat zijn een soort Olympische Spelen voor gehandicapte militairen. John de Ruiter uit Schagen is militair. In mei 2008 kreeg hij een ongeluk met parachutespringen en nu is hij deels verlamd. Hij heeft zich toegelegd op het handboogschieten. Je sprong uit het vliegtuig. Wat gebeurde er toen? Ja, uiteindelijk had ik best wel snel had ik in de gaten van oké, ik begin te draaien, wat niet normaal is. En daar heb ik op willen corrigeren. Eigenlijk heeft dat een averechts effect gehad. Complete salto's maakte ik in de lucht. Ik zie de boomtop al, ik kijk de koeien bijna recht in hun ogen. Ik moet nu echt wat gaan doen. Ik denk toch zeker dat je wel met een 60, 70 km per uur de grond raakt. Ja, ja, dat noem het misschien wel het einde van alles. Dat dacht je? Ja, ja. Hij revalideerde in Doorn, leerde weer lopen en omgaan met zijn handicap. Hij kon het werk niet meer doen wat hij altijd deed, namelijk opereren in gevaarlijke oorlogsgebieden. Dus zocht John naar een nieuwe uitdaging en dat vond hij in de sport. In 2012 kreeg hij de uitnodiging om mee te doen aan de Invictus Games. Ja, de uitdaging weer zoekende. Hè? Je bent bekend met heel veel sporten, maar met het handboogschieten was ik niet bekend. Vaak ergens mee bezig zijn, doet je ook weer iets vergeten. Het is in één keer van fysiek is het naar mentaal. Nou, kan je dan ook mentaal wel dingen neerzetten. En de mentale aspect is uiteindelijk ja, het staan, het plaatsnemen. De boog, de pijl te plaatsen. De spanning op te bouwen. Dus een goede grip krijgen met je hand. En uiteindelijk trekken van de boog. Dus de pees naar achter trekken. Oké, ik hou hem nu zo stil mogelijk. Ik heb volledige treklengte. En dan het loslaten van de pijl. Ja, het meedoen is natuurlijk ook gigantisch belangrijk, maar het resultaat gericht zijn. Ik heb wel gekozen voor iets waarvan ik denk dat ik een kans maak. Dan ben ik echt gelukkig.